Hallo kijkers en welkom nog eens een keer op Supermarkt Simulator Early Access. Dus ik ga een klein beetje achteruit. Ik heb dus iets gaan kopen in de winkel. Zal heel handig zijn, dus van boven kan ik dan de producten opschrijven en dan telkens keer met x's aanduiden wat we dan nog moeten terug bij bestellen. Hè. Dus we klikken al op doorgaan. Laat het spel maar laden. En ik ga de rekken nog even anders ter plaatse. Iets heel leuks idee binnengekregen. Dus zie je, hè? Hoe je de rekken gaat zetten. Zo. Die kunnen we dan naar ginnen verhuizen. Zo, dan kunnen ze hier nog tussendoor. Ja. Oké. Dan. Deze rek gaan we ook verplaatsen. Die gaan we dan zo plaatsen. Hier zo tussen. Maar dan is de frigo even een probleem. We gaan eens de hele winkel eens herinrichten. Voilà. Dan kan normaal gezien dit hier volledig tegen. Ja. Deze dan er volledig tegen. Voilà. Komen de rekken mooi uit. Ja, zo goed als. Deze rek dan verplaatsen naar ginder toe. Ietsjes terug. Yes. Dan hebben we hier nog een ene rek. Die kunnen we dan hier zo tegenplaatsen. Dat het daar mooi een X-vorm wordt van de kasten. Voilà. Dan hebben we nog deze kast. Die gaan we dan hier zo tegenplaatsen. Voilà. Ik heb mooi te worden. Ik moet nog één rek bijkopen. Joepie, ik kan weer een paar producten bijkopen. Dat is goed. Ik ga eerst één rek bij toevoegen. Voilà. Aankoop. Ah ja, die staat buiten natuurlijk. Dan gaan we de kassa's ook weer al anders ter plaatse. Natuurlijk. Oh. Koelkast 1. Koelkast 2. Koelkast 3 en 4, ja. Ze zitten wel niet echt op één en dezelfde lijn. En dan kan ik hier daar de diepvriezers ook nog plaatsen. Twee diepvriezers die nog leeg zijn en dan ja, daar dan de boxen even. Ik kan nog extra producten kopen, dat is zeer goed. Dus dit hadden we al, deze 6 zijn er nu bijgekomen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En 6. Dan gaan we eens kijken hoe de aankoop als het goed verkoopt en al. Zijn daar nog rekken leeg? Eens even kijken. Ja, hier van boven.
Ah, die moet in de frigo. Oké. Okay. Oh. Oh. Dan moeten we. Wacht, hè. C. En dan G. Die gaan we dan even hier zo plaatsen. Dan gaan we nog gauw eens een frigo bijkopen, hè. Voilà. Dat is een dubbele frigo. Voilà. Het is toch niet soms zo eenvoudig om... Voilà. Die mag dan weggegooid worden. Dan hebben we het parmezana of mozzarella. Mozzarella. Die gaan we daar van boven plaatsen. Voilà. Dan hebben we de honingpotten. Die kunnen we wel op de schap zetten. Voilà. Dat moet hier zeker in. En ook in de frigo. Schap is vol. Dan doen we dat hier erbij. Dus twee keer langs elkaar. Voilà. Dan hebben we nog de sugar. Oké, die is ook bijgevuld. Dan hebben we nog de eikens. Die moeten zeker ook in de frigo. Ja, natuurlijk. Voilà. Dan gaan we eens kijken, hè. Dus we gaan de volgorde gebruiken dat hier op de computer staat. Dus daar ga ik even allemaal eens over schrijven. Producten. Helemaal naar boven scrollen, scroll. Chocopick. Moet toch nog eens pennen gaan bijkopen die schrijven. Cool! Ja, ik ga jullie iets zien. Het was cool. Chocopick, Rons, dan Crafting, nu zeggen jullie van, jij hebt dat toch gisteren ook allemaal opgeschreven. Ja, ik weet het, maar dit is wel iets handiger dan wat ik zelf in elkaar heb geprutst. Schrijft hij? Oké, dank u. Dan hebben we les. Lespis. Wat is P. I. E. D. S. Dan Panzati. Panzati. Shushu. Dat was heel snel geschreven dan. A. O. T. T. E. Dan Panmazati. Die hebben we toch al. Panmazati. Wacht, hè. A. O. T.
Heb je dat nu twee keer, dan moest... Wat hè? Sushi, ja, dan Aote, ja, dan zitten we hier. Ik heb mijn pijl volgen. Kam, kom, ti, of zoiets. Kom, en dan T, dan een eke zo naar van boven, dan naar, dus dan N, A, R, V, A, L, O, Bio. Eieren. Ik ga gewoon E8 pak schrijven. 8 pak. Voilà. Dan melk solo. Zwarte thee. Zwarte thee. Voilà. Dan BBS. P, P, S, vier rannen, fa, rine, dan heb je nog typiques, I. Yes, ja, hallo, hallo, spaghetti, spaghetti, ja, dan rijst, ik ga gewoon schrijven, rijst, zout, appelsap, ah, dan, ja, yes. Appelsap, dan appelsap, en dus die zijn bij elkaar, dan cola, cola, zep. Label, dus melk. Melk, six. Six pack. Turco. Turco, Turco! Well, ik heb reclame gemaakt. Bon, papa. Ik verkoop toch wel al redelijk veel in mijn winkel. P. P. I. T. E. S. Bonbek. Bonbek. Dan hebben we Crispy Shibi. Nee, dat is gewoon K, R, R, is, P, crispy, chippy, chocoladereep, oh jong, chocoladereep, yoghurt, dan zitten we hier al. Bleekmiddel. Ja, Javel. Ja. Ja. Vivel. Vivel. Ja. Kaya. Kaya! Kennen jullie het nog van Mais van SAQ? Kaya!
Dan een wc-papier heb ik nog redelijk genoeg in de stok staan. Dan mozzarella. Mozzarella. En dat is met twee L'en, ja. Ton. Schat. Ja, wacht. Per naar. Ja. Ik haal die tekeningen uit die kaf, maar die kaf mag je bewaren. Oké, dat is goed. Maar dan kan ik beter kleuren als ik die eruit haal. Oké. Ziet mensen, we hebben zelfs gewoon geen ruzie als ik nu achter mijn computer zit. Stark. Dan eieren. E4-pack. Is dat met een CK zeker? Nee. Ja. Oh, en dan nog Pablo. Oké, voilà. Ik heb nu heel mijn bestelling dus opgeschreven, dus ik kan niet naar onderen. Oké. Dus we gaan eens even kijken wat we nog moeten aanvullen. Eens even kijken. Hè. Of hebben we alles al goed aangevuld? Firanne. Ik ga daar 5 stuks van bestellen. Voilà. Die zijn ook redelijk snel op. Dan eens even kijken. Daar is er nog genoeg sandwich. Brood is er nog genoeg. Snoep is er nog genoeg. Zout is er nog genoeg. Dan de melk. Die staan zeker ook nog hier. Ja, daar heb ik maar 2 pakken van. 2. 2 plus 3 is 5. Ik ga er ook nog 1 van bij bestellen. Ja, dus het is toch wel redelijk veel te doen hoor, als je een winkel wilt runnen. Ik ga daar ook 5 stuks van bestellen. Voilà. Dan gaan we nog eens een keer in deze schap. Eens even kijken, de olie is ook nog genoeg. Koffie ga ik ook nog bij bestellen. En Javel ga ik ook nog bij bestellen. Koffie en Javel. Koffie, 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 koffie. Ja, dus dan gaan we die aankoop doen en dan nog een keer. Oh. Je moet geen 10 stuks koffie hebben. Voilà. Koffie hebben we dan ook. Dan ook nog Javel. 5 stuks. 5 stuks. Voilà. Aankoop. Voilà. Eens even kijken wat we hier dan nog nodig hebben. Ik denk nog zo van die spuitbussen en handshell. Spuitbussen en handshell. Spuitbussen. En handshell. Voilà. Nu zal er wel genoeg pakketjes buiten liggen. Ziet dat is. Zelfs het licht zelfs op de straat. Javel, die gaan we dus eens lekker eens aanvullen. Wat zonder die? Zonder die aan deze kant? Ja. Schap is vol. Oké, dan gaan we die gaan naar de stok brengen. Dus alle Javel dozen, dus opslag.
Dan, wacht hè, G. Dat worden de Chavel-dozen. G. Zo, ook een Chavel-doos. Ja. G. Ook nog een Javel-doos, zeker. Ja. G. Als die daar nu van bovenop kon. Nee. Dan gaan we die hier zo langs plaatsen. Als dat lukt. Nee, wacht hè. Nou, als dat zo draaien. Zo, ja. Eigenlijk dat wel. Is er nog ergens een Javel-doos? Ja. Die gaan we dan hier op plaatsen. Valesse. De volgende. Dat zijn die rode pakken bloem. Schap is vol. Voilà. Die doos kan weggegooid worden. Dan de pakken melk. Die gaan we dan ook eens aanvullen. Voilà, het schap is vol. En voilà, doos is leeg. Wat hebben we dan als volgende? Melk. Die zitten vol. Dus die gaan we dan hier ook in de opslagruimte zetten. We gaan wel veel dozen te hebben, hè mensen? Dus de eerste aankopen zal ik dan niet moeten doen. Oh, wacht even, annuleren. Close. G. Voilà. De koffie. Waar staat de koffie? Ja, hier. Voilà, schap is vol. G. Nee. Annuleren, escape, C en dan pas de G. Dat is wel zo'n klein doosje. Hè. Die moet er tussenin plaatsen. Voilà. Die hebben we al genoeg. Staat die hier ook al ergens tussen? Nee, ik weet dus niet wat dat is. Ja. G. Amai, veel verkeer. G. G. Probeer alles toch wel samen te zetten. Dus zo per soort. Hier heb, zie ik ook nog van alles liggen. Handzeep, die moet ik ook nog aanvullen. Voilà. C en dan G. Dan maar weer aan het draaien. Dat doe je met de muisknopje, uw scrollbar. Ik ben wel blij dat ik deze storage heb hoor. Nu heb ik al een grote inkoop kunnen doen. Ik pak nu een regelmatig doos, dus waar mijn shaft van vol ligt.
ben zo snel mogelijk bezig, mensen. En je weet, ik heb alles 5 keren gekocht. Dus dat ik zeker genoeg op voorraad heb. Eigenlijk heb je deze opslagplaats eigenlijk niet nodig. Hè. Handzeep. Ik zit zo wat tegen de muur te leunen, dus dat is goed. Koffie, koffie. Ik heb nu genoeg koffie. Nog een paar dozen. Nog eens koffie. Mijn koffiedozen zijn gevallen. Achter mijn rug. Oh my god. Het weer allemaal oprapen, hè. Wat? Gaat dat er niet tussen? Oh, dan zetten we dat er aan voor, hè. Oh, oh, oh. Zo moeilijk doen. Zo moeilijk doen. Ah, de melk. Dan hebben we die gezet. En die gaan we dan hier nog wat bij plaatsen. 2 dozen, yay, nog melk. En de laatste melk. Voilà, mijn winkel is ook heringericht. Daar heb ik ook nog dozen staan, dus ik heb redelijk wat nog. Ik kan nog redelijk wat verkopen. En dan maar wachten nu op klanten. Ja, die da 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 da. Onze eerste klant is binnen. Onze tweede klant ook. Is wel een grote aankoop bezig, precies. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja. Eens even kijken, hè. 5.42, enter, oké. Okay. Ja. 5.18, oké. Okay. 7.33, oké. Okay. Dan die eikens ook nog. 2.13, oké. Okay. Dan heb ik hier nog producten in staan die nog niet... ah, hier ook. Die honing. 11.20. Nog ergens iets? Nee. En hier. 12.00. Enter. Oké. Okay. En voor de rest heb ik overal productprijzen staan. Oké. Okay. Voilà. 73.91. Enter. Dankjewel. Je betaalt cash, dan krijg je 11 terug, 72. Zelfs zo ziet een supermarkt mijn gameplay en die zeggen van oh ja, die kunnen we wel in dienst nemen voor aan de kassa en rekken te vullen. Jullie mogen zich altijd aanmelden, hè.
67, 68. Dankjewel. Hier met de kaart, oké. Even kijken naar de producten. Oh, wat staat hier op? Juicy. Nee, dat is hem ook niet. Ook niet. Ook niet. Staat er kan landen? Ja. 8.94. Oké, voor terug te gaan. Even, wat moet ik weer op gaan halen? Oh ja, die. Ja, ik kom direct. Koffie, koffie. Nee. Even kijken op dat zijn dingen. Ja. Ik denk dat ik daar nog. Ah, oh, nee. Nee. Moet je gaan bijbestellen. Ja, dat einde van de week dat ik altijd doen. Met wat gaat u betalen? Met de kaart, mevrouw. Oké, dat is 32,52. Dankjewel. Ik ga direct het licht aansteken. Ja, ja, meneer, ik kom. Oh, ik heb hier nog suiker staan. Ik heb hier nog gauw. De schap is vol. Deze gauw weggooien. Met de kaart, meneer. Oké. 43,50 alstublieft. Twee keer aan de Nancy met de kaart. 4,2. Enter. Cash. Ik heb exact betaald. Met de kaart, dat is 12,41. We zijn nog een uurtje open, mensen. We zijn nog een uurtje. En dan kunnen we weer op Insta stok gaan bijvullen. Elf terug. 87. €0,91. Met de kaart. 5,48. En dan gaan we eens even kijken hè. De stok aanvullen. Ik ga het er nog eens eerst proberen, dus zonder. Hè. Dus de pindakaas, ja, hier staat dus alles ook nog zo wat onder elkaar. Ik ga proberen eerst deze dozen hier in mijn winkel leeg te werken en dan de dozen wat in de stok staat
leeg te werken. Sushi. Sushi, sushi. Wat zijn jullie? Ah. Voilà, daar zat nog maar één doosje in. En dan moet ik zoveel moeite doen. Jawel, dat zal ook nog wel verkorting geweest, maar niet aan mijn kant. Voilà, die is ook al helemaal. Dan hebben we de choco pick. Voilà. Dan de volgende, de pasta. De pasta zit nog vol. Dan hebben we de cola turco. Lessa, dat is ook wel bijgevuld. Dan heb je nog de water. Dan hebben we zo van die bepaalde koekjes, ik weet niet hoe je zoiets noemt. De melk. Hoe ben ik daarvoor? Echte cola. Dan hebben we nog twee flessen over. Mensen, nog twee flessen over. Die was ik aan het zoeken. Voilà, doos op. Vuil bak in. Appelsap, die was bijgevuld. Die gaan we hier zo bijzetten. Die hebben we nu ook genoeg. Dan de pindakaas. De kap is vol, nu gaat er ook nog ergens pindakaas. Dan gaan we die hier gewoon op bij toevoegen. Voilà, sa. Volg de door. Ah. Voilà, sa. Schat. Ja. Ik heb een idee, maar dat kan nu niet. Oké. Okay. Zeker aan het opnemen of live? Ik ben op aan het nemen. Dag kijkers. Verlassen, weer al een doos leeg. Oh mijn man. Die vuilbe buiten, die moet even...
voilà, en wat hebben we hier dan nog? Nee. Ja, hier. Dus wat moeten we gaan bijhalen in de stok is... Wacht even, G. Ja, ik ga daar naartoe en ik ben het dan vergeten. We gaan hem proberen, het is echt zo te doen hoe ik het heb gezegd, dus we gaan het dus niet meer per 5 verkopen. Koffie hadden we nodig. Woning moet ik dus bij bestellen. Oké. Deze moet ik dan ook nog bij bestellen. Mozzarella ook. Maar die doen het goed. Daar ga ik 2 stuks van bij bestellen. Doet de dingen ook nog goed? Ja, die doet het ook goed. En daar ga ik dan ook 2 stuks van bestellen. Voilà, van tonijn! Schoonmaken en rijst. Wacht, hè. Handzeep is omhoog gegaan. 2,52. Oké. Nog eens op mijn aparte handzeep heb ik nodig. Handzeep. Ik ga het dus. Ik weet het is heel duur en al wat ik hier heb aangekocht. Gaan alles. Ik ga niet met de opslagruimte werken. Dus als iets leeg is, dan bestel ik het gewoon een rechtstreeks. Ja, dat is een paar keren op en af gaan. Een paar keren veel. Dit is wat doos dat hier nog staan. En hier, weet je wel. Dus kaas heb ik, wacht, ja, kaas heb ik ook nog nodig. Hier, voilà, eenmaal, dat is goed. Dat is hier ook nog leeg. Die rode suiker. Die, daar had ik ook nog veel dozen van staan, hier in stok. Voilà. Doosje leeg, doosje weg. Oei. Dankjewel. Pablo Sucar. Die hebben we ook nog niet besteld, blijkbaar. Oké. Ik weet dat die helemaal van onderen staan. Oké, we gaan eerst deze bestelling al doen. En dan deze. Ja.
Oei. Sugar. Gears. Voilà. En als deze dag erop zit, dan stop ik ook met de gameplay. Schap is vol. Oké. Okay. Sugar. Ik heb dat ook weer besteld. Oei, oei, oei. Kan gebeuren. Ja, dat hadden we ook genoeg. Gee. Mozzarella. Deze shop ook nog eens. Ja, dan heb ik er dan van zoveel besteld. Ik heb van Flipper van één verkeerde soort te veel besteld. Heel veel besteld. Dus ik hoop dat die het tonijn zo rap mogelijk is uitverkocht. Moet ik dan nog iets bestellen? Brood is er nog genoeg, wc-papier is er nog genoeg. Voor de rest is er nog alles. Ja. En die waren weer wachten en wachten en wachten. Tot de dag weer voorbij is, van boven ziet je dat. Juist, ik moet ook nog wat prijzen, dingen gaan aanpassen. Eens even kijken, baby. Hier alles opgeschreven, ja. Bij, waar zag ik jij zo'n thee? Thee omhoog. Nog iets wat omhoog is gegaan. Rijst omlaag. Spray omlaag. En dan handzeep. Dus omhoog. En dat was het, ja. Ik moet dat ook nog even gaan doen, mensen. Ik kom. Dus de T gaat omhoog. 2.21, enter. Oké. Okay. Dan de rijst gaat omlaag. 6.28. De spray. Staan die hier? Nee, die staan aan de andere kant. Die gaan 2.75, oké, en dan handzeep gaat opnieuw omhoog. Ah, die heb ik al gedaan. Dat is goed. Oh, oh, oh. Tjus, ik ging nog gauw iets doen.
deze even op pauze zetten, want die geven me echte storingen tot en met. Ik ga dat alles even opslaan. Ja, en dan gaan we eens beginnen, hè, met de kassa. 30.07 en ter volgende. Cash. Je krijgt niks terug. Wordt dat Parmezaan, hè? Ah, die rode verpakking. Shit. Die moet ik ook nog bijkopen. Goedkopen. Dat was hem, dat was hem. Voor geluk worden de klanten hier niet boos. 53,78. Dat is een totaal van 61,64 €, dankjewel, dat klopt. Hebben we dan nog wc-papier genoeg? Oh, wc-papier is bijna uitverkocht. Die gaan we wel even uit de stok halen. Ik was al aan het klikken. Ik dacht dat er weer al iemand aan mijn kassa stond. We gaan eens de lichten aansteken. We zitten al op level 13, mensen. We zitten al op level 13. Dus even kijken als we al iets kunnen gaan uitbreiden. Zo snel mogelijk. Ja, we kunnen weer een licentie. Kijk, dat is helemaal nog licenties dat we nog kunnen gaan aankopen. Redelijk veel aannemen. Moet op niveau 15 zitten dan. Oké. Dat gaat dan binnenkort ook nog wel in de schappen komen liggen. Maar vandaag. Je krijgt 2,25 terug. Alsjeblieft. En dan gaan we dat ook weer al inscannen. Oh nee. Oh, oké. Ik weet niet wat mijn computerke vandaag heeft. Maar die blijft soms wel eens haken. 72, 32 alstublieft. Dankjewel. Pipa da bada 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 papam. 2 en 5 cent, alstublieft. Gewoon voor wc-papier, dan krijg je 59 centjes terug. Hier worden toch ook wel vaak gekocht, de afwasmiddelen. 70 cent. En die gaat dat ook wel zeker, heb ik gezegd, ja. 4.20, alstublieft. En we kunnen de winkel weer al sluiten. En daar zijn nog twee klanten.
Dat is dan... Ik haat dat dat zo blijft hangen. Dat is dan een dollar R90. En je zit dan de laatste klant. Dat klopt. Helemaal. Oké. Ja, we kunnen hier weer als cites. Dit bijkopen, dit bijkopen, dit bijkopen, dit bijkopen en dit. We nog één dasje doen, mensen, voor, tot de 20e dag. Ja, waarom ook niet? Eens kijken. Hè. Dus aankoop eerst en dan eens kijken waar prijzen. Dit is tonijn is omlaag gegaan. Ton. Nee, omlaag. Shampoo. Kaya. Dat is trek beter om te schrijven. Chocoladereep. Dat is omhoog gegaan. En Turco is omhoog gegaan. Dat ook al even gaan we doen. Dus eerst tonijn. Die is van prijs gezakt. Oké, en dan hebben we nog Kaya, dat is deze product, 5,43, oké, dan hebben we nog de chocoladerepen, en dan Turco, dat is de frisdrank. Dat gaat naar 2,49. Voilà ze. Wat moeten we bij bestellen? Eens even, ik ga dat gewoon een keer gewoon opschrijven. Ik ga dat zo opschrijven. Had ik dan maar beter de lijntjes genomen. Maar ja, kun je nou dat voor aan het weten. Wc-papier. Wc papier, koffie, Kraftdunk, Kraftdunk. Dat cake moet ik bij bestellen, chocoladereep, chocolade. De reep. Brood. Rijst.
woning. Dan appelsap. Als sinaasappelsap. Eieren, wacht uit, dat zijn eieren van 4 zeker. Eieren 4. Vier stuks. Is het nog alles ook nog vol? Dat is... die gaan we heel snel terug toevoegen. Voilà. Die moeten we dus niet bijbestellen, dus daar hebben we nog genoeg van. Hier ligt eentje op de weg, die gaan we proberen dan van de weg te halen. Frietjes. Die moeten wel in het diefries. Frietjes van de frituur. Ik heb niet de luidroepen, zelfs kreeg mijn schatje daar ook nog goed zingen. Misschien ik, hè. Dan hebben we hier nog de boter. Ja, die moet in de vriezer geplaatst worden. Amai, dat zijn 24 stuks. Oké. Dat gaat ook al heel mooi. Ja, oké. Dan wordt het dierschap. Dat is ook zeker een voor in het diefries, ja. Ik ga toch nog wat kip bij bestellen. En ik denk dat die wel rap uitverkocht zijn. Aardappelen kunnen we hier zo zetten. Amai, die schap is dan al vol. Het zijn maar 2 stuks en mijn schap is al vol. What the fuck? En dan hebben we nog pizza's. Heerlijke pizza's. Oei, de schap is vol. Hoeveel pizza's zitten daarin? 16. Ik ben opnieuw al een uur bezig, mensen, met deze gameplay. Dat is lang. 9.32, voilà, dan is het daar ook al aangepast. Pizza's aan 5.13. Moet ik hier nog wat prijzen aanpassen? Ja, 5.22. Jammer dat je niet zo wat op enter kunt drukken dat het dan klaar is, hè. 5.32. Dan is alles met prijzen, ja. Dus wat gaan we nu nog eens even bij bestellen? Dat is wc-papier. Ah ja, wc-papier heb ik nog genoeg in stok staan, dacht ik. Moet ik echt wc-papier bij bestellen? Nee, daar is maar eentje weg. Dus wc-papier niet. Schrap. Koffie wel. Ik dacht dat ik dat ook nog in stok had.
deze is dan ook weer al de koffie aangevuld. Doos is vol. Ik zeg plaatsen. Nu doet hij het dus wel. Oké. Heel raar. Strange. Oh. Poging 2. Poging. Derde keer, goede keer zeggen ze altijd. Hè, schat? Ja, oké. Dus kracht. Weet je wat. Hup. Want dat maakt voor mij in mijn hoofd wat chaotischer. Moet ik ook nog yoghurt bij toevoegen? Ja, schap is vol. Doos is vol, ja. Toch niet de schap. Waar zijn die hier? Dan ga ik nog gauw brood bij bestellen. Dat staat helemaal van boven, hè. En voilà. En dan ga ik nog voor één dag mijn winkel openen. Subiet. Dus brood hebben we dan ook al. Bijgevuld. Hebben we hier nog ergens rijst staan? Hier niet. Hier zie ik wel nog thee staan. Schap is vol. Leg hem maar op bed, luchtmatras. Dan heb ik, zie ik hier ook nog iets staan. Ah, de melk. Melk. Die hier ook nog ergens staan, ja. Hier ook nog ergens. Ja, nog twee keer nog twee dozen melk moet ik gaan halen. Ja, nog twee keer een dozen melk bestellen dan. Nu dan. Twee stuks. Aankoop. Alsjeblieft. Die gaat open. Dat is toch wel veel werk hoor. En als ze, wacht hè, chocolade geven. Ik heb het bij bestellen.
Ik zie hem niet staan. Nou, wel. Ah ja, dat is niet laat. Ik heb heel het gevoel dat het al laat is. Dat gevoel heb ik ook. Schap is vol. Het is wel zonde om dan die in en daar weg mee te gooien. Eens even kijken. We gaan de winkel opengooien, voilà. Laten we dan maar terug beginnen. Ah, ik weet wat ik nog kan bijbestellen. Ja. Moet wel snel zijn. Als die drank wacht, hè. Ik heb een aankoop gedaan. Zijn mensen daar al? Oké. Pliep. Ah, spaghetti. Spaghetti moet ik ook nog wat bij bestellen. Oké. Ik ben ook nog even een aankoop bezig. Spaghetti. Waar stond je dan, spaghetti? Hè? Oh, dat hier maar zetten, hè. Vond het maar vreemd. €2,55 terug. Dat klopt. Ik zit nu al op level 14. Wat kan ik nu weer unlocken? Eens even kijken. Nog geen groei doen. We zitten aan level 14 van de 15. Dat is al goed. We proberen nog naar level 15 nog te geraken in deze gameplay. Ik weet niet of ik dan al nog nodig ga hebben van XP punten. Ik zie dat dus niet, hè.
spoor. Niet doen als ik opgejaagd word van een stom computer die traag gaat. 51 euro, 23 alstublieft, dankjewel. De aardappelen zijn ook alweer al uitverkocht. Dan ga ik dus weer als er twee moeten gaan bijkopen. Aardappelen. Twee stuks. Hier bij 20 alstublieft. Dan krijg je 5,92 euro terug. Dat is dan 46,85. Alsjeblieft. Voilà, we gaan nu richting het laatste uur in. Niet zo terug doen. Oh. Nee, dus. Ik heb gezegd mee aan het spelen. 7,11. Ik heb de tijd gekregen, alsjeblieft. Dat klopt. Vierentwintig. Dat klopt. Oh ja, 62 en 8 cent. Voilà, eens even kijken wat mijn dag heeft opgebracht. Oh my god. Ja. Totale winst 717 euro. Dus dat is mooi. Bij deze sluiten we dan ook weer al deze gameplay af. Opslaan even. En dan zien we elkaar weer al de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later. Yo.